En nauwelijks is de schok van de benoeming van Leo Brunswijk bij de EBS voorbij als nog een benoeming van deze persoon boven water komt. Brunswijk is per 1 maart 2021 benoemd tot voorzitter van het stichtingbestuur bij Herkeuringen Motorrij en Voertuigen Suriname, SHMS, namens het ministerie van Justitie en Politie. De beschikking is van 26 februari 2021 en werd ondertekend door minister Kenneth Amoksi. Brunswijk krijgt hiervoor een maandelijkse vergoeding van 1250 Surinaamse dollars. Het bestuur is benoemd voor de duur van 3 jaar. Te rekenen van 1 maart 2021 tot 1 maart 2024. De voorzitter van de Raad van Toezicht in deze stichting is Clifton Linga, die tevens RVC-lid is bij de EBS. Brunswijk was eerder reeds voorzitter van deze stichting, die ontbonden werd door toenmalig minister van Justitie en Politie Jennifer van Dijk Silos. Er werd onderzoek gedaan naar financiële handelingen. Uiteindelijk werd een compleet nieuwe stichting opgericht, waarin Brunswijk nu benoemd is door de huidige regering. Pogingen om een reactie te krijgen van Amoksi bleven helaas onbeantwoord.